Lucas, 1-0, oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Wat vind je van het resultaat en van de wedstrijd? Ik denk gezien de zware trainingsweek die we gehad hebben, prima resultaat. Ik denk dat er heel veel jongens eigenlijk aan het einde van hun krachten aan de wedstrijd begonnen. Dus zag je ook soms het tempo wat slabakte en in de duels wat minder fel. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. In hoeverre moeten we überhaupt waarde hechten aan die tweede helft gezien? Eigenlijk de hoeveelheid jongens die niet op hun eigenlijke positie speelden. Oh, is dat ja, te makkelijk? Nee, dat is te makkelijk. Ik denk dat jongens zoals ik, Jeremy, Roatan, doordat Elias uitvalt. Wij weten ook wel wat we moeten doen in die positie. Het is niet onze positie. Maar ik denk dat we de nul houden. En als we het wat beter uitspelen aanvallend, kunnen we ook nog een goal maken. Ik denk gewoon goed. Je hebt het over die positie, centraal achterin. Uiteraard is onze aanvoerder van vorig seizoen, Robin Pruppen, vertrokken. En de centrale verdediger op die plek en de aanvoerder. Jij was vandaag ook aanvoerder. Is misschien die rol wat Robin heeft achtergelaten, is dat iets wat jij in kan vullen en dan wellicht ook wel in die positie? Of? Die positie is denk ik voor mij meer als een noodoplossing. Mocht er iets gebeuren met Marco of Mats. Ik denk dat Marco die rol van centrale verdediger wel op kan vullen. En dat ik mijn rol in het middenveld wel kan behouden. Maar ik denk ja, ze hebben nu een keer uitgetest omdat er wat blessures waren. Dus kijken of de trainer het bevalt. Ja, en dat aanvoederschap, is dat wat? Ja, ik sta er wel voor open. Maar ik moet kijken wat de jongens vinden en wat het team vindt. Maar dat is bijzaak. Ja, de selectie van vorig seizoen is nog aardig intact. Je loopt er inmiddels een aantal jaar rond. Dat is ook wel eens anders geweest. Merk je dat binnen de selectie? Helpt dat in deze fase? Ik denk ten opzichte van vorig jaar dat we wel iets sneller doorheen de trainer zijn systeem lopen. Hij heeft een heel duidelijk systeem. En als er maar 3-4 jongens dat zich moeten aanpassen, dan loopt dat natuurlijk wat makkelijker. En dan zie je ook dat het wat sneller vooruit gaat. En dat we misschien wat andere dingen dan vorig jaar wat meer kunnen doen dan de basis. Ja, als we kijken naar afgelopen seizoen, was waarschijnlijk jouw belangrijkste doelstelling op persoonlijk vlak dat je minuten wilde maken en jezelf in de basis knokken. Dat is ruimschoots gelukt. Ja. Wat zijn je doelstellingen voor dit seizoen? Persoonlijk en ook met het team? Ik denk ja, persoonlijk onbetwist titularis worden. Iemand die er elke week in staat omdat hij belangrijk is voor het team. Dus de weg van vorig jaar verder zetten. En ik denk met het team gewoon eerst de normale Heracles doelstelling tussen 8 en 12. Zoals de laatste jaren. En dan kijken we wel hoe dat seizoen loopt. We moeten alleszins beter beginnen dan vorig seizoen. Want anders lukt het sowieso niet. Nee, dan wordt het een lang seizoen. Waar dat mensen weer op de tribune? Is dat lekker als spelen? Ja, uiteraard is dat lekker. Maar er zijn ook jongens die hebben helemaal geen publiek hier ooit meegemaakt. Hoe is dat voor hun? Ik denk wel leuk. Ik denk dat iedereen er wel naar snakt. Na zo'n lange periode zonder supporters. Het is nog zeker geen vol huis. Het is het tipje van de sluier. Ja, het is het tipje van de sluier. Maar het smaakt naar meer natuurlijk. Dus we krijgen altijd een beetje ja, wat we proeven wat een beetje. De eerste oefenwedstrijd waren er nog minder mensen, nu al wat meer. Als we zo een stijgende lijn richting de eerste competitiewedstrijd, dan hebben we een vol huis tegen dan. Dus het zou mooi zijn. Laten we dat hopen. Dankjewel. Alsjeblieft.